Oké, ben ik klaar voor? Yep. Ja. Oké. Gaat hij in? 5, 4, 3, 2. Hier worden zeg maar iedere vorm van kennisclips gemaakt op videomateriaal voor educatieve doeleinden. De onderwijsvormen waar wij het uiteindelijk in terug gaan zien, we hebben bijvoorbeeld de online masters, waar ze in een Blackboard-omgeving aangeboden worden. Nou, bij de MOOCs denk ik dus aan het edX-platform, waar dat dan via YouTube uiteindelijk aangeboden wordt. En we hebben een eigen WordTV-platform waar studenten gewoon op aanvraag video's af kunnen spelen. Ja. Het is in ieder geval essentieel dat docenten in ieder geval zelf hun materiaal ook maken. Dus zelf hun teksten schrijven, zelf hun grafisch materiaal ook fabriceren. En daar steunen we ze ook in, want ze hebben natuurlijk hun eigen college staan. En dat moeten ze gaan opdelen in hapklare videobrokken, zo moet je het een beetje zien. En ja, dus voor hun is het eigenlijk opnieuw kijken naar hun eigen onderwijs. De greenscreen geeft je de vrijheid van je vormgeving. Je kunt dan bijvoorbeeld ook dingen, animatie en dergelijke, scherp weergeven. En daardoor maakt het ook didactisch gezien, zeg maar, voor de student ook veel beter te lezen en begrijpen wat er aangeboden wordt. Als je zelf een studio, zeg maar, wil gaan bouwen, dat kan op zich redelijk in budget. Je moet weten waar je op bezuinigt. Hetgeen waar je inderdaad niet op moet bezuinigen is je productieflow. Uiteindelijk, we hebben deze opzet, zoals we nu hebben gekozen, om ervoor te zorgen dat we iedere video die we maken zo min mogelijk postproductie nodig heeft. Postproductie is een van de grootste tijdvreters. En als je dat elimineert, dan kun je eigenlijk gewoon door, ja, is iedere video af op het moment dat de docent zijn laatste woord gezegd heeft.